Primo Liebrechts, welkom terug in Venlo. Dank je. Ik ben met veel plezier nog steeds hier aanwezig. Ja. Alweer hier aanwezig. Tenminste, wat gebeurt in de tussenliggende jaren natuurlijk. Dat kan je wel zien, uiterlijk. Maar ook inderdaad in het bezoek van de club. Uiteraard wel op de tribunes aanwezig geweest bij een aantal wedstrijden. Maar ook met de rondleidingen is het ook veel veranderd binnen de club, heb ik gezien. Ja. Hoe is het voor jou nu met Robert Maaskant samen te kunnen werken? Ja, Robert is voor mij een heel bekend persoon waarmee ik bijna kan lezen en schrijven. We hebben elkaar al diverse malen ontmoet. Niet alleen zeg maar op vakgebied, maar ook daarbuiten. En dat klikte. En vervolgens hebben we een aantal clubs zeg maar aangedaan. En hebben ook heel prettig met elkaar samengewerkt. Even terug naar jouw begintijd als profvoetballer van het PSV bij hier gekomen. Klopt. Wat is jou het meeste bijgebleven van die 3 jaar als speler hier in de Koel? Het was heel gezellig en ik denk dat het dat wel VVV recht mee aandoet. Dat het een gezellige club was, maar waar ook heel hard werd gewerkt, waar goed werd gewerkt. En ook gelukkig heel veel successen ook gekend heb. En met name dat amicale, dat spreekt me heel erg aan. Amicaal, gezellig, met name denk ik dan ook aan namen als Pico Berghuis, Bert van Hagen. Ja, nou ja, goed, meerdere. Edwin van Bergen, Henegouwen, Remy Reniers, John Lammers, waarmee we in de auto zaten. Peter Corbijn was er volgens ook nog eens een keer bij. Maar ook met wat oudere vaste garden van VVV, met Frans Nijssen, John Rooks, Wim Jacobs, Ger van Rosmalen, Jos Rutte. Dus de namen. Stan Valks. En Stan Valks natuurlijk. Die kom je dus nu weer tegen, Stan. John Rooks ook. Hoe vind je het om weer met hun samen te kunnen werken? Ja, fantastisch. Ja, ik bedoel, op het moment dat je met elkaar in een kleedkamer hebt gezeten, ja, dan wordt er niet alleen over voetbal gesproken, maar ook over andere zaken. Daar groei je naar elkaar toe. En dat blijft. Ja. En ook met reunies, dat je elkaar tegenkomt, dan is het gelijk weer een klik. Moeilijk, want je bent er niet begonnen, maar heb je al een idee in je hoofd van je VVV graag zou zien eindigen komend seizoen? Nou, dat vind ik heel erg lastig, want de groep is nog niet compleet. Er zijn heel veel nieuwe jongens erbij gekomen. En ik denk dat met name het contact tussen staf en groep moet nog gaan groeien. En op dit moment vind ik het nog te vroeg om al uitspraken daarover te doen. Laatste vraag, niet onbelangrijk, zeker gezien ook de nieuwe spelers te komen. Wie is dein Deutsch? Zeer goed.